Welkom bij mijn Xbox, mensen. We gaan weer iets heel speciaals doen, namelijk een demo. En die demo is pas uitgekomen en ik ben heel blij dat ik hem mag gaan doen. En dan zit hij ergens tussen al mijn spelletjes verstopt. En hier zit hij dan, de Scream Ride demo. Ik ben ontzettend benieuwd naar deze game. En we gaan hem lekker spelen samen met jullie. Deze game komt niet uit voor de PC, is alleen voor de Xbox 360 en de Xbox One. Press A to start. Carrière sandbox. We kunnen alleen carrière doen bij deze demo. Maar dat geeft niet. Maar er is ook een sandbox optie, zie ik. Maar we gaan dus nu de carrière mode doen. Ik ben heel benieuwd naar deze game. Soon be arriving at Screamers, where we push the boundaries of human reflexes and physical endurance to the limit and beyond. Our work will benefit all humanity in the future. I am control. I will guide you through your training. Okay. New employees can complete 3 career paths at Screamers. Scream Rider, Engineer, and Demolition Expert. Each role serves an important purpose in our company's long-term strategy. Do not be alarmed. A patrol will pick him up in time. We strive to keep humans safe and injury-free at Screamers. Welcome to Screamers. Woehoe, dat ziet er vet uit. Nou, dat is natuurlijk van de makers van Rollercoaster Tycoon. Leuk om te weten, Frontier, of Frontier hoe je het wil zeggen. De eerste Series 1. Het lijkt alsof we verschillende mapkaart hebben. We gaan dus naar de 1, we hebben geen keus. Welcome to Populous Labs, the first step in your journey at Screamworks. The labs were created to pursue knowledge and insight about the human capacity. Speelt een beetje af in de toekomst, lijkt het net. We're pushing humanity to a new level using the tool of extreme entertainment. Your work here will be an important part of our long-term plans, which are currently classified. We willen gelijk spelen. Oké, dit zijn dus de Scream Rider Commendations 0/24. Ik denk dat dat medailles zijn die je moet halen. We kunnen in ieder geval 3 dingen kiezen. Laten we dan gewoon een Scream Rider selecteren. En dan de eerste. Zo. Ik heb geen idee wat het spel moet voorstellen. Ik heb al een beetje de trailer gezien. Je kan tegen gebouwen aanbotsen en dat soort dingetjes. Oh. Oké, we kunnen niet de challenges doen die eraan komen als we deze nog niet hebben gedaan. Dus deze moeten we voltooien. Ik denk dat het een soort tutorialtje is. Dat gok ik. Nou, dit is het spel dus. We gaan het level spelen. Start level. Use the turbo to boost your speed. Push the G-forces to the brink by riding on 2 wheels. The riders enjoy. Ziet er wel heel gaaf uit al. Wow, dat ziet er echt vet uit. Getting around the track as fast as possible while scoring as many points. At the lights, hold the right trigger to accelerate. We gaan het gewoon proberen, jongens. Ik wil gewoon spelen. Geen tutorial. Wow. Oké. Die muziek is vet. Daar gaan we. Accelerate. Yeah! Oh, too early. Je kan gaan draaien met de muis. Woehoe. Oh, bonus. Too early. Ik ben heel te too early. Ik speel het nog niet goed. Bonus. Woehoe. Yeah! Perfect. Turbo bonus. Ik kan niet echt harder, maar we kunnen een turbo bonus doen met A. Woehoe. Yeah! Wow, het hele bakje gaat schuin. Wow, chips. Woehoe! En yeah! Dit is gaaf. Dit is echt heel gaaf. Bonus. Bonus. Too early. Bonus. Yeah! Wow! Gaan we het halen? Nee, we komen er niet. Oh, jammer. Jammer dit. We hadden iets harder gemoeten. 1 miljoen. Nou, voor de eerste keer ging het helemaal niet zo slecht. Dat ziet er goed uit. Ik heb 3 van de 5 medailles. Maar, dat ging heel lekker. Gaan we naar de world map. Wow. Zo, dat is gaaf.
Build the terrifying structures that will ensure a brighter future for us all. Your amusement ride has explosive capabilities. Critical destruction. Super gaaf. Echt super gaaf. Dit was het. Dit was de demo. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een eerste blik voor Scream Ride. Het zag in mijn ogen super gaaf uit. En ik ben zeker verbaasd. Want het is zeker heel vet gedaan. We kunnen eigenlijk nog wat meer doen. Maar dat laat ik hier jullie over. Als je een Xbox hebt, kan je dit spelen. En ik hoop dat jullie een leuke video vinden. Vergeet vooral geen like achter te laten. En te abonneren in het midden van het scherm. En tot de volgende keer. Dit was Scream Ride. Doei doei!